Yda is ongelukkig. Ze is inmiddels een jaar getrouwd, maar het huwelijk is nog altijd niet geconsumeerd, om het zo maar te zeggen. Ze vlucht weg van haar man Ebo Menalda en keert terug naar haar familie in Menterwolde. Daar trouwt ze al heel snel met een ander, Volbert uit Midwolda. Uiteraard wekt dat het ongenoegen van de Menalda's en die kidnappen het jonge stel en hun vader. De slachtoffers worden gevangen gezet hier in Helm. Goedenavond en welkom bij de derde aflevering van Het Verleden van Groningen, die laat zien dat de ruzie om Yda steeds verder uit de hand loopt en daarom de geschiedenis in zal gaan als de Menalda-vete. Het verhaal is omschreven in de kronieken van de abt van het klooster in Wittewierum. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar in de middeleeuwen woedt er in Groningen een soort burgeroorlog waarbij eer en wraak een belangrijke rol spelen. De situatie van Groningen toen lijkt op die van Somalië nu. Families vechten tegen families, clans tegen clans. En er is geen overheid om er een eind aan te maken. Hier, vlak bij Middelstum, staan de resten van de borg Eusum. De muren van de toren waren wel 2 meter dik en waren bedoeld als laatste verdedigingsmiddel in tijden van oorlog voor de borgbewoners. En dat was in dit geval de hoofdeling Eusum. Groningen kent in de vroege middeleeuwen nog geen echte adel. Maar de rijkste en machtigste heren, de zogenaamde hoofdelingen, gedragen zich wel zo. En ze maken in de Ommelanden de dienst uit. Meestal bezitten deze hoofdelingen een steenhuis, een verdedigbaar huis, een soort kasteel, waar ze zich in tijden van oorlog in terug kunnen trekken. Deze mannen zijn aan geen enkele koning verantwoording verschuldigd en er is dus ook niemand die ze bij een ruzie terecht kan wijzen. Toch moeten ze onderlinge ruzies kunnen bijleggen en als dat niet lukt, wil het nog wel eens eindigen in wapengekletter. Groningen is rond 1200 opgedeeld in een aantal rechtsgebieden, de zogenaamde landschappen. De belangrijkste zijn Oldambt, Vivelgo, Hunzingo, Vredewold, Langewold en Humsterland. De grotere gebieden zijn vaak weer onderverdeeld in kleine rechtsgebieden, zoals de Marne in Hunzingo. In zo'n gebied bepalen de rijke families wie gedurende een bepaalde periode de belangrijkste ambten bekleedt. De functie van rechter roleert dus bij de verschillende familieclans. En hoewel de ruzies tussen families hoog op kunnen lopen, zijn ze dus ook afhankelijk van elkaar. Omdat er in deze tijd zoveel conflicten waren, spreken historici van een vetemaatschappij. Om te laten zien hoe zo'n vete eruit ziet, heb ik als voorbeeld de Menalda-vete gekozen. Die begint met de ongelukkige Yda in 1282 en speelt zich grotendeels in Helm af. De abt van Wittewierum beschrijft in zijn kroniek deze vete. Niet in de laatste plaats omdat geestelijken een belangrijke rol spelen in het beëindigen van het conflict. De Menalda's zijn dus boos omdat hun schoondochter Yda na een huwelijk van een jaar teruggaat naar haar ouderlijk huis. Yda beweert dat er geen seksueel contact is geweest en dat het huwelijk daarom ongeldig is. Maar dat is niet het enige. Binnen de kortste keren hertrouwt Yda met een zoon van Dirk Volperta uit Midwolda. En de Menalda's uit Helm voelen zich daardoor in hun eergevoel aangetast. Ze gaan naar Midwolda, kidnappen Yda, haar nieuwe man en haar vader en zetten hen in Helm gevangen. De vader van Yda kan zich na onderhandelingen vrijkopen, maar Yda en haar echtgenoot moeten achterblijven. Dit keer is de vader van Yda zo in zijn eergevoel aangetast dat hij besluit wraak te nemen en hij kidnapt op zijn beurt een vrouw uit de Menalda-clan. Nu is het conflict zo hoog opgelopen dat de lokale rechters zich er wel mee moeten bemoeien. Die rechters besluiten dat beide partijen hun gijzelaars moeten vrijlaten. Maar Menalda negeert dat oordeel. Dat wekt weer de woede van de rechters die niet kunnen accepteren dat één van hen de ongeschreven wetten doorbreekt. Met een klein legertje trekken ze in 1283 naar Helm, waar Menalda zich met zijn vrienden heeft verschanst. Menalda bindt in en draagt Yda's man over aan de abt van Wittewierum, die hem tot nader orde moet bewaken. De Menalda's moeten dus buigen voor het oordeel van de rechters. Maar daarmee is het conflict niet opgelost. De kerk raakt daarbij betrokken. De bisschop van Münster maant de Menalda's wat inschikkelijker te zijn. Kerkelijke gezagsdragers uit Loppersum en Farmsum treden op als scheidsrechters, maar ook zij slagen er niet in een blijvende vrede tussen de beide clans te stichten. Uiteindelijk besluit de abt van Wittewierum een nieuwe bemiddelingspoging te wagen, maar dat valt niet in goede aarde. Volgens de kroniekschrijver gedraagt Menalda zich als een leeuw, brullend om zijn prooi. Hij besluit de ossen en ploegen van het klooster weg te halen en in het veld worden kloosterlingen gemolesteerd en verminkt. En Menalda dreigt dat hij hun abt niet zachtzinniger zal behandelen. Dat wordt zelfs de medestanders van Menalda te gortig en ze waarschuwen hem de abt geen haar te krenken. Menalda bindt in en laat uiteindelijk alle gijzelaars vrij. En Yda dan, zult u zich afvragen, hoe liep het verder met haar? Dat weten we niet, want de kroniek van abt Emo rept verder met geen woord over haar. We vermoeden daarom dat ze bij de Menalda's en haar eerste man is achtergebleven. Vreemd zult u denken dat er niet is opgeschreven wat er met Yda is gebeurd, maar ook dat zegt ons iets over de wereld van de middeleeuwen. Blijkbaar was in die tijd een vrouw wel aanleiding voor een ruzie, maar niet interessant genoeg om op te schrijven hoe het met haar afliep. En dit is maar één van de vele vetes die hier in de middeleeuwen werden uitgevochten. Was het dus een gewelddadige tijd? Waren de middeleeuwers gewelddadiger van aard dan pakweg de huidige Groninger? Nee, net als nu was de gemiddelde Groningse boer of stadjer in de middeleeuwen niet op zoek naar geweld. Maar ze hadden er wel rekening mee te houden. Geweld was nog een onderdeel van het rechtssysteem, veel meer dan tegenwoordig. Je had lijfstraffen voor misdadigers en het was ook niet vreemd om geweld te gebruiken in een ruzie zoals de Menalda-vete. Maar gelukkig waren er ook andere manieren om een end te maken aan ruzies of vetes. Een van de beste methoden om in de middeleeuwen een rijke stad te worden is de invoering van het zogenaamde stapelrecht. Dat betekent dat boeren hun goederen alleen op de markt in de stad mogen verkopen en nergens anders. De stad kan dan belasting over die goederen heffen, een soort BTW, en dat levert heel veel geld op. In 1482 slaagt de stad Groningen erin om dat stapelrecht op te leggen aan de Ommelanden. En dat gaat ten koste van andere plaatsen zoals Appingedam, die op die manier heel veel handel en geld misloopt. Op deze wijze groeit de macht en rijkdom van de stad ten koste van de Ommelanden. Eigenlijk is er tijdens de middeleeuwen altijd wel een graaf, bisschop of koning die de baas is over Groningen. Maar omdat die lui allemaal ver weg wonen, trekken de Groningers zich weinig van hem aan. Dat lukt tot aan het eind van de middeleeuwen. Want dan ontstaan er landen zoals Nederland. En min of meer zelfstandige gebieden zoals Groningen gaan daar deel van uitmaken en verliezen hun zelfstandigheid. De stad Groningen besluit in 1506 om de Oost-Friese graaf Edzard tot stadhouder te benoemen. Maar niemand steunt dat besluit. Integendeel, medestanders van de Duitse keizer trekken plunderend en moordend door Appingedam om Edzard te verdrijven. Meer dan 1100 mensen, de helft van de Appingedamse bevolking, wordt gedood. De strijd vergroot het wantrouwen tussen de stad en de Ommelander hoofdelingen. De hoofdelingen hopen namelijk op meer handelsvrijheid en kiezen daarom regelmatig de zijde van de tegenstanders van de stad. In een laatste poging iets van hun zelfstandigheid te behouden, kiezen de stadsbestuurders in 1514 de hertog van Gelre als hun landsheer. Een tijd lang gaat het goed, maar uiteindelijk komt de stad Groningen in handen van de Spaanse koning Filip II. Dat is de vorst waar de Hollandse adel in 1568 tegen een opstand komt. De Tachtigjarige Oorlog begint dan en de Groningers moeten kiezen tussen opstandelingen en vorst. En weer kiezen veel hoofdelingen bij voorkeur net anders dan de stad. Groningen is een rijke stad geworden, maar dat heeft ook een nadeel. Want door die rijkdom is er altijd wel een koning die er de baas wil zijn. En daardoor komt de onafhankelijkheid in gevaar en raakt Groningen steeds meer betrokken bij oorlogen, ver buiten de Ommelanden. Vroeger was alles beter, gaan de mensen dan al snel denken. En dat deden de Groningers dan ook. Een van de mensen die dat deed was de rijke Groninger boer Abel Eppens. Het is een beetje een vreemd monument, maar hier stond heel vroeger een grote eik. De Opstaal of Oepstalboom werd deze plek genoemd en die ligt vlakbij Aurich, net over de grens in Oost-Friesland. Eeuwen geleden kwamen hier op de dinsdag na Pinksteren vertegenwoordigers van alle Friese landen bijeen om ruzies op te lossen en recht te spreken. De Oepstalboom symboliseert dat de Friese eeuwenlang hun eigen bestuur en rechtspraak hadden en onafhankelijk waren van vreemde heersers. Dit noemen we de Friese vrijheid. In 1589 bezoekt boer Abel Eppens uit Eekwerd de Oepstalboom. Hij is protestant en hij is uit Groningen gevlucht voor de katholieke Spanjaarden en die woont in Emden. Eppens is tegen de Spaanse overheersing en de Friese vrijheid heeft daarom een speciale betekenis voor hem. Abel Eppens wordt in 1534 geboren hier op de wierde Eekwerd bij Loppersum. Hij is de zoon van een rijke boer en studeert op verschillende universiteiten in Europa. Rond 1562 komt hij terug op de wierde om het de boerderij van zijn vader over te nemen. Maar 4 jaar later gebeurt er iets wat het leven van Eppens en vele anderen op zijn kop zet. De beeldenstorm. In de Lage Landen krijgt niet Luther, maar de kerkhervormer Calvijn, die nogal streng in de leer is, veel aanhang. In augustus 1566 beginnen Calvinisten in Zuid-Nederland de kerken binnen te dringen. Zij verzetten zich tegen de verering van heiligen, zoals in de katholiek gebruikelijk is. Daarom vernielen zij de beelden. Deze beeldenstorm bereikt ook het noorden. In verschillende dorpen dringen bewoners onder leiding van een hoofdeling de kerk binnen en plegen vernielingen. Later verdwijnen ook muurschilderingen achter een witte kalklaag. Indirect leidt deze beeldenstorm tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog. In 1568 begon hier in Heiligelee de Tachtigjarige Oorlog met een overwinning voor de protestantse opstandelingen. Een paar dagen na de slag bij Heiligelee vindt er een tweede slag plaats. Hier vlakbij, over de huidige grens, bij Jemgoen. Het zit de opstandelingen niet mee, ze verliezen. En de oorlog die hier in Heiligelee begon, zal zich 80 jaar voortslepen. Eppens ontwikkelt zich tot een aanhanger van het strenge Calvinisme. Als in 1580 de stadhouder van Groningen, Renneberg, zich aan de zijde schaadt van de katholieke Spaanse koning Philips II, moet Eppens, net als veel andere vooraanstaande Groningers, de wijk nemen naar Oost-Friesland. Hier in Emden arriveren vanaf 1569 grote aantallen ballingen uit de Lage Landen. Ook elders langs de kust gaan die zich vestigen, zoals in Bremen en Hamburg. Eppens beweert dat hij met maar liefst 500 gezinnen uit de Ommelanden hier naartoe vluchtte. Daaronder waren veel vooraanstaande hoofdelingen. We weten dit alles omdat Eppens tijdens zijn ballingschap een kroniek, een soort dagboek schrijft. Der Vrezen Chronicon. In Emden wonen naar schatting zo'n 6000 protestantse Nederlanders en ze vormen de helft van de bevolking. De gevluchte Nederlanders geven een belangrijke impuls aan de groei van de verschillende Duitse havensteden. In 1575 laat het stadsbestuur naar Antwerpens voorbeeld een imposant raadhuis bouwen. De ballingen krijgen hun burgerschap niet voor niets. Eppens schrijft hoe het stadsbestuur hen verplichte betalingen oplegt, verplicht onderhoud aan de stadswallen voorschrijft, verboden om ambachten uit te oefenen uitvaardigt en beperkingen in kerkelijk opzicht afdwingt. Eppens vindt in Emden in de prediker Menzo Alting een medestander. Alting is benoemd tot predikant in de grote kerk van Emden. Beiden ergeren zich vaak aan hun medeballingen, die nauwelijks ter kerke verschijnen en meer oog hebben voor de geneugten van het leven dan voor het woord Gods. De meeste vluchtelingen uit de lage landen zijn op zoek naar een tolerante omgeving waar ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Ze hebben het niet echt op met scherpslijpers als Eppens en Alting. Eppens klaagt bij de bestuurderen van Stad en Ommelanden nog regelmatig over zijn ballingschap, maar terugkeren is onmogelijk zolang de Spanjaarden hun invloed in de regio behouden. In 1590 sterft Eppens in Emden. 4 jaar later, in 1594, wordt de stad en daarmee ook de Ommelanden veroverd door de prinsen Maurits en Willem Lodewijk. Deze gebeurtenis gaat de geschiedenis in als de reductie van Groningen, oftewel de terugkeer van Stad en Ommelanden naar de Staten-Generaal. Dit had vooral gevolgen voor de katholieke kerk. Kloosters, kerkgoederen en kerklanderijen werden onteigend of gesloopt. Alleen hier in Ter Apel is een klooster bewaard gebleven. Pas in 1648 komt er met de vrede van Münster een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. In onze streek is het sinds de reductie van Groningen in 1594 al rustig. Holland was voor Groningen relatief ver weg. En Stad en Ommeland hadden meer banden met Emden en Leer, Oost-Friese steden die dichter bij Groningen liggen. Volgende week gaat het verleden van Groningen over die lange gouden eeuw die Stad en Ommelanden beleefden. En graag tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Groningen, Stichting JB Scholten Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds en Stichting Erven de Jager.